Deze foto was het die veel losmaakte op internet. De laatste ontmoeting van een groot dierenvriend met zijn drie ponies werd op Facebook van Omroep Brabant ruim 20.000 keer geliked. Er kwamen heel veel reacties binnen. Met zijn paardjes, ja, dat was alles. Als je daar kwam en hij was niet in huis, dan wist je waar je moest zoeken. Dan was hij achter het huis, op het land, met zijn paardjes, altijd. Stichting Ambulancewens bracht Toon dinsdag naar zijn ponies. De stichting laat wensen van terminaal zieken uitkomen. De schoonzoon legde alles vast met camera. Dit moment voor hem was heel moeilijk ook. Je zag het aan zijn ogen, gelijk die tranen. Herkende de paardjes hem? Ja, meteen. Als iets van, hé, dat is onze baas. Prachtig om te zien. Op een gegeven moment gaat de zon ook een beetje schijnen. Maar ik heb ook het de zon gezegd, want zijn vrouw is gecremeerd. Dan heb ik gezegd van, kijk Toon, Juliana kijkt. Een bijzonder moment is waar hij het over had, en daar heeft hij nog steeds over. Dat is echt van, dat de paard me recht in de ogen aankeek en dat ze allemaal bij hem stonden. Hij had zoiets van, ze kennen mij. Ja Toon, ze kennen jou. Absoluut, ze vergeten jou niet. Volgens de Stichting Ambulancewens zijn er nog te veel patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben kunnen afsluiten. Toon kon dat nu wel. Die had zeker iets afgerond. Ja, dat kon ik ook aan hem zien. De ossenaar heeft een zware tijd achter de rug. Zijn vrouw overleed 2 weken geleden en zelf is hij terminaal ziek. Dat ze hem deze dag konden geven is voor de familie heel belangrijk. Die tranen, ja, dat doet je ook wat. Je bent toch mens en ja, dat je zoiets kunt betekenen voor zo'n oude man. Nog voor zijn laatste ding wat je kan doen. Je voelt het wel. Ja.